bijzonder goedenavond. U ziet de opstelling van Utrecht nog even onder in beeld. Met daar dus geen Van Overheem. Die is er helemaal niet bij. Ik kan zelf ongetwijfeld invullen waarom. Maar officieel weten we natuurlijk allemaal van niks. En Van der Streek die ook op de bank zit. Ja, hij zit op de bank en dus niet meer in de basis staat. Scheidsrechter Van Boekel. Ja, scheidsrechters met geseponeerde rode kaarten kunnen nog wel eens in het middelpunt van de belangstelling staan. Maar tegenwoordig zijn dat er zoveel. Dat je daar wel weer wat makkelijker overheen stapt allemaal. Al is er een VAR. Doet er allemaal niet zo heel veel meer toe. Er wordt aardig wat geseponeerd. Bij Heerenveen. Geen reden om iets te wijzigen. Al staat daar nu met nummer 23. Bekkema. Dat moet Bokniewicz zijn die speelt. Die staat centraal. Of er is iets gebeurd wat niemand mij heeft verteld. Maar ik gok dat Bokniewicz gewoon centraal staat na het Van Hekken. Ja, en dit is toch allemaal nog steeds, al wil we het allemaal wel wat meer hebben gezien en meegemaakt, erg onwerkelijk. Een volledig stil stadion. Als ik iets enthousiast commentaar geef straks bij een schitterend doelpunt van Kerkhoff, Veerman, dan ben ik bang dat de spelers me nog kunnen horen op het veld. Maher. Congola, goede lichaamsschijnbeweging langs Boussaïd in de loop gelegd bij Veerman. Schot van Veerman in de korte hoek zit erin. Dat gaat wel heel makkelijk weglopend bij Santiago. Paas geklopt en Heerenveen neemt de leiding. Congola, goede lichaamsschijnbeweging om Boussaïd heen. Dan is er geen sprake van buitenspel. Hoogma kan de paas er niet uithalen. Santiago is Veerman kwijt. En dit ja, zal Paas ook niet briljant keeperswerk van hemzelf vinden, vermoed ik zo. Onder hem door. En de tweede van het seizoen voor Henk Veerman. Batista Maaier. Veerman naar Van Bergen. Goeie opening. Van Bergen terug op Veerman. Floraan is mee. Een geweldige voorzet, maar die komt zo nog aan bij Van Bergen. En dan is het bijna 2-0 voor Heerenveen. Maar hij raakt de lat. Toch een behoorlijke kans. Maher aan de andere kant op naar Warmerdam. Maar hoe de bal daar te krijgen. Met een paar tussenstations is dat gelukt. Hier Warmerdam. Naar zijn rechter, dat is verrassend. De voorzet door Bogniewicz weggehaald. Been wat hoog, maar het mocht. Draai door. Kerk. Mark, weg daar, Mark. Gustafsson, krijgt hij hem terug bij Kerk bijvoorbeeld. Dat is het idee. Nou, daar is Mahi. Die moet scoren. En dat vooral in eerste instantie had moeten doen natuurlijk. Goede voorbereidende actie van Kerk en zeker van Gustafsson. De bal komt precies bij Mahi. Het schot dan recht op Mulder. Warmer dan. Hoe zei het? Warmer dan. Ramselaar staat centraal. Pak bij Mahi. Maher. Ramselaar kan door op Warmerdam. Voorzet. Oh, die valt nog goed bij Maher. Zo'n lekkere streep. Van Hekken staat dan voor Heerenveen precies op de goede plek. Heerlijk gedrukt die bal. Daar, dat Maher. Het is de Maaierbal kwijt aan Boussaïd. Heroverd. Ja, dat is geen overtreding. Op Maher. Veerman krijgt met als tegen VVV heel weinig tijd aan de bal. Oef, dat is niet zo handig van Van Hekken. Daardoor Ramselaar. De bal over Woudenberg. Congola. Veerman.
Let op, Mark werd er al geroepen naar Van der Marel door Van der Brom. Want zijn directe tegenstander is hier Van Bergen. Die gaat naar binnen, naar zijn rechter. En Van Bergen schiet hem er niet in, want dat voorkomt paas. Dat is toch wel weer heel direct en goed van Heerenveen. Hier is Gustafsson. Met links, dat is nog een listig balletje voor Mulder. Werd nog aangeraakt. Dat hij het risico niet neemt, snap ik. Bal was waarschijnlijk wel naast gegaan. Goeie bal dit. Amselaar komt er net niet langs. Niet doen, daar is inderdaad de boodschap voor Veerman. En die bal valt over Mulder en op het doel. Het zijn er niet zo heel veel. Het begint met het balverlies van Veerman, omdat hij iets moois wil doen. Aardige poging toch, van Gustafsson. Maar hè. Maher. Gustafsson vrij. Om te draaien. Hier is Ramselaar. Warmerdam. Bal wordt aangeraakt en valt bijna zomaar bij de tweede paal binnen. Het scheelt niet zo heel veel. Vallen toeval vrijheid. Gustafsson daar in eerste instantie kreeg in die aanval. En Floranes maakt bijna het eigen doelpunt. Batista Maier, Veerman. Een keer goed verdedigd door Hoogma. Kerk. Zo, Kerk. Is dat een schot? Niet het meest logische plek om een doelpoging te ondernemen. Zit nog niet heel lekker in de wedstrijd. In één keer naar Kerk. Dit is goed. Kerk. Kerk. En dat is raak. Dat gaat heel snel en heel makkelijk. En je ziet hem eigenlijk de hele eerste helft niet. Maar dan krijgt hij één keer een kans. Is het een kans? Misschien meer een mogelijkheid. En dan jaagt hij me wel heel lekker in. En Van der Marel met de assist. Met zo richting Veerman gaan. Die moet dan zien te verlengen. Achter een Batista Maier. Van Berg is daar ook. Van der Heijden in de buurt. Maar de bal komt zover niet. Nee, Van der Marel verlengt onbedoeld ook. Gustafsson. Weer een goede bal van Gustafsson. Mahi. Mahi naar Kerk. En daar is Kerk bijna voor zijn tweede. Begint weer met Simon Gustafsson. Die een heerlijke bal geeft op Mahi. En die kijkt. Weet dan waar Kerk is. Het scheelt niet zo heel veel. Veerman. Weinig druk op hem nog. Veerman. Dus maar eens schieten. Ja! Hij claimt de corner. Die krijgt hij niet. Maar het is. Je ziet hem niet zo heel veel. Want hij wordt 1 aardig uit de wedstrijd gehouden. 2. Hij komt niet zo heel veel in de buurt van het strafschopgebied van Utrecht. En dan komt hij er een keer. En dan zit er wel meteen een goede actie. En Venijn ook in dat schot. Gustafsson speelt echt geweldig tot nu toe. En dit is het hoogtepunt. Zeker als hij dit nulpunt oplevert. Kerk. Kerk komt er half langs. En daar is Gustafsson zelf om hem af te maken. Maar dat lukt dan net niet. En het schot valt er net niet in van Van der Marel. Deze bal van Gustafsson. Ja, die voelt zich heerlijk vandaag. Dat merk je aan alles. Blessure bij Henk Veerman. En als de aanvoerdersband al half afgaat, dan weet hij blijkbaar al dat hoe laat het is. Dat is een tegenvaller. En voor hem komt dan Rijn Smit. Van der Heijden, mooi gedaan dit. Van Bergen heeft ploeggenoten bij zich. Hier is Joey Veerman. Ja, Joey hoeft er niet meer bij, want er staat er nog maar eentje op het veld. Maar de aanval voldoende opgehouden, zou je zeggen, door Utrecht. Van der Heijden nog eens een keer fraai. Veerman, omdat er wat te laks wordt uitverdedigd.
Van Bergen. Geen overtreding van Maher. Kerk. Zo, ja, die kan wel worden vastgehouden, maar dat maakt hem niet uit, want hij gaat gewoon door. Is ook Bos Bokniek kwijt. Het is dan teleurstellend. Oh, dat uitverdedigen ook. En dan moet hij er toch in. Maar is dat wat er wel aan ontbreekt bij Gustafsson in deze wedstrijd? Hij speelt heel erg goed, maar had het dus ook een doelpunt op zijn naam moeten hebben. Eerst Woudenberg. Nee. Bokniewicz. Ook niet. Dus kan Kerk door. Is een voorzet. Maar gewoon niet heel goed. Maar het uitverdedigen van Hekken al helemaal niet. Veerman blijft rustig. Congolo ook. Prima duo daar. Santiago. Maar hij draait de goede kant op. Gustafsson. Mahi krijgt hem nog bij Ramselaar en van de lijn gehaald. Hij zit er niet in. Vooruit. Woudenberg coacht iedereen vooruit, maar dat valt niet mee bij Heerenveen nu. Woudenberg maakt er nu maar een corner van. Net voorkwam hij de 2-1. Door slim positie te kiezen. En de bal dus nog op of voor de lijn weg te halen. Ramselaar schiet. Woudenberg redt. Gustafsson heeft even wat last. Dan gaat weer staan. Van de streek geraakt. Geel voor Smit. Oh, die is lomp. En dan is daar weer een blessuregeval. En zoals Veerman in de eerste helft zou je kunnen zeggen de beste man bij Heerenveen was. Hij is Gustafsson over het algemeen in deze wedstrijd echt één van de beste. Laat ik het dan maar zo zeggen op het veld. Speelt erg goed. Maar zijn wedstrijd zit er nu op. Er geblesseerd vanaf. En daar is Arzani. Die indruk heeft gemaakt als invaller. Lijkt opeens wat ruimte te zijn. Zoeken naar Van Bergen. Maar Janis bereikt hem niet. Kerk. En er weer twee. Paas dan niet goed. Smit, houden wordt er geroepen. Dat probeert hij wel, maar de bal is hij kwijt. En daar heeft hij al geel. En is het einde wedstrijd. Voor de jonge spits kwam voor Veerman. Die er geblesseerd vanaf moest. En moet er nu zelf ook af met rood. Stevige overtreding op Van der Streek. Leverde hem zijn eerste gele kaart op. En hier kaart nummer 2. Allerlaatste moment van deze wedstrijd. De corner van Utrecht. En dan valt hij voor Hoogma niet. Voor op de paal gerost nog. Bij de tweede paal. Maher. En de kopbal naast. Is Mahi volgens mij degene die daar nog dicht bij de winnende is. Maar eindigt het in 1-1. Ongeloof bij Utrecht dat deze wedstrijd niet gewonnen is. En bij Heerenveen hebben ze echt alles gegeven om dit punt te pakken.